Goedemiddag, daar ben ik alweer, Zelda Play 20 met een special. En voordat ik deze special ga beginnen, jullie zien dat Terraria, ik heb er nog nooit van gehoord, daarom is het ook blind. Gisteren ben ik bij de Tauler op bezoek geweest, we hebben daar samen voetbal zitten te kijken. En het was een hele spannende wedstrijd, daar heb ik deze ook als souvenirtje nog vandaan. Het was echt een heel gezellig iets. En hij had me dus een cadeautje gegeven, namelijk een ijskastmagneetje, zeg maar, voor aan een ijskast. En dat was puur, zeg maar, allemaal Nintendo-figuren. Dus ik laat hier al eventjes een foto zien in beeld, wat ik ermee gedaan heb. Ik vind dat heel erg leuk. Ik heb ook een visitekaartje van hem gehad, die wil ik ook heel eventjes laten zien. Dus, maar daar stopte de pret dus absoluut niet, want er stond me nog een hele grote verrassing te wachten op het moment dat ik thuis kwam. Nou, de wedstrijd was laat, we hebben nog een beetje na zitten te kletsen, hartstikke gezellig allemaal geweest. En onderweg naar huis toe, toen ik eindelijk thuis kwam, kreeg ik dus een berichtje nog van hem van check je Steam, want ik heb wat voor je. En toen heb ik dus een cadeautje gekregen, nog een cadeautje van de Tauler, namelijk Terraria. Ik heb er nog nooit van gehoord, dus vandaar dat ik eigenlijk van plan ben om een blind special part ervan te maken. Dit wordt geen let's play, dit wordt gewoon puur de eerste keer dat ik dit spel speel. Ik heb nog nooit van dit spel gehoord, dus vandaar dat ik dus volledig even gefocust op dit spel. Dus ik zie dus, je hebt singleplayer, multiplayer, settings had ik al gekeken, want ik heb alleen maar naar de settings gekeken om te kijken of ik hem wel goed kon opnemen. Dus ik hoop dat mijn facecam hier nergens in de weg staat, anders kan ik hem nog altijd ergens anders neerzetten. En wat ik heel erg belangrijk vind om te weten zijn de controls. Wat we gaan doen en wat we moeten doen, daar kom ik allemaal later wel achter. Dus gewoon up, down, lever, space, throw, met T, Inventory is escape, quick heal, quick mana, quick buff, grapple. Oké, het is allemaal wel. We gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon beginnen. En jullie zien dat gelukkig niet. Dat komt eigenlijk best wel goed uit dat jullie dat niet zien. Want iemand speelt Counter-Strike, blijkbaar. Oké, dan kunnen we dus back. En dan gaan we gewoon een single player. Kriebel in mijn keel. Create character. Oké, dus ik kan mijn eigen karakter maken. Hoe doen we dat? Oh, je kunt haarkleur. Aangezien dat het volledig gebaseerd was op... ik heb het spel eigenlijk dus, ik wil eigenlijk oranje. Maar ik een beetje, dan moet ik een beetje deze hebben. Zo, oranje. Alles wordt oranje. Ik wil oranje. Ik wil oranje. Geef mij. Hallo, hoe doe ik? Weet je waar, ik zie jullie wel terug op het moment dat ik hierachter ben gekomen. Want anders gaan we heel erg lang lopen klooien met hoe dat ik iets in elkaar ga zetten. En dat zitten we allemaal niet op te wachten. Dus volgens mij zit brightness dan ofzo. Oké, we hebben hem dus helemaal oranje gemaakt. Dat duurde heel eventjes. Laten we hem ook gelijk ook Robben noemen, waarom ook niet. Lijkt me hartstikke leuk. En laten we het maar accepteren. Oké, dus we hebben Robben. Van voetbal natuurlijk. En Create World. Laten we maar smal doen, want het is maar één world. Town. Ik heb echt geen flauw idee wat we allemaal van die moeten gaan doen. Making dirt, generating jungle. Hij zei me dat het iets... Ja, Touwletje die zei dus, zeg maar, dat het iets van Minecraft-achtig was. Maar ik heb dit nog nooit gespeeld. Dus ik heb geen flauw idee wat er eigenlijk mij staat te wachten. Dus, Towletown. Maak ik er nou in dan? Oké, nou eindelijk beginnen we dus met een wereld. Dus, hoe spring ik? Oké, spring een spatie. Wat doe ik? Werkt het een beetje zoals Minecraft? Dat je dan zo kan klikken en alles. En dat je dan moet klikken op vijanden of zo. Oké, dit wordt interessant. Oké, ik heb 30 ropes gevonden. Oh, kijk nou, je steekt echt als Link. En dat doe ik met de muis. Oké, prima. Eens even kijken. Ik moet wel zeggen dat ik niet echt gewend ben met lopen met WSD. Maar dat maakt niet zoveel uit. Kan ik dubbeljumpen? Nee. Ik ken denk ik wel mijnen. Ken ik hier mijnen misschien? Oké. Dit is apart. Moet ik hier naar beneden dan ofzo? Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar ik doe het. Want ik wil het hebben. Ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Het is een spelletje op Steam, zover ik weet. En het is niet zo heel erg
duur. Dus je kunt gewoon zeg maar gezellig meespelen. Als je zo wil. Of ja, meespelen. Je zou heel gezellig dan kunnen spelen bijvoorbeeld. En dan ga ik al eventjes, naar vraag ik maar af. Ken ik hier ook. Want ik heb coins. Wooden arrow. Copper coin. Can be placed. Can be placed. En dat is dus je dingen. Crafting. Ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben hier. Ik bedoel, ik moet zo zeggen, ik vind het zo awesome dat ik gewoon een spel van hem cadeau heb gekregen. Maar ik heb echt geen flauw idee wat ik moet doen. Kan ik hout hakken hier? Zie die animatie, die is zo grappig! Oké! Ja, ik ben aan het hakken. Toch? Duurt wel eventjes. Juist! En nu heb ik wood. Oké, nou kan ik hier springen. Ik heb echt geen flauw idee hoe dat het werkt. Oké, ik heb 5 hartjes in ieder geval. Ik heb ook mana. En ik heb zelfs ook een eekhoorn gekregen. Oké. Ik weet niet of je hier ook honger kan krijgen in dit spel. Ik weet nog niet eens of je durability hebt of iets. Vijanden. Ik weet helemaal niks. Ik ben gewoon niet met mijn bel aan het rondslaan. Oh, sorry. Oeh. Oh. Oh mijn god. Waarom ziet dat er zo hatelijk uit? Oh, sorry, eekhoorntje. Dat was niet mijn bedoeling. Oh, jij wel. Jij bent een hele lelijke vleermuis. Jij bent een hele lelijke vleermuis en jij gaat nou dood. Of je vliegt gewoon nog helemaal boven. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb... Oh, dat ziet er niet goed uit. Dat ziet er niet goed uit. Jij bent een slijm. Ik sla jou neer. Oké, okay, nou. Dus wij lopen gewoon rond. Ik ga gewoon... In plaats van naar rechts lopen zoals je... dat ziet er eigenlijk best wel... Copper pickaxe. Ik wil dit mijnen. Oh. Nee. Jij gaat mij niet slaan. Ik ga jou slaan. Ik heb echt geen flauw idee wat ik hier nou aan het doen ben. Oké. Dus je kunt wel... Oké, ik denk dat ik wel iets aan het doen ben. Ik ben... Auw. Oeh, dat deed eigenlijk best wel pijn. Dat deed een half hartje schade. Oké, daar hebben we een blauwe blob. Oké, ik heb dirt. Ik denk dat dit koper tot daar heel erg belangrijk... Auw. Stop nou eens met mij te pijnigen. Dat is niet lief. Hey. Ik heb hier problemen mee. Ja? Hier, ik ga jou steken. Ik ga jou steken in Zelda-stijl. Ik heb echt een... Auw. Ik steek jou. Jij ziet er sterker uit. Auw. Ik word echt een beetje veel te veel geraakt. Oké, ik ga gewoon verder deze kant op. Oké. Kan ik iets maken? Kan ik iets craften of zo? Crafting. Rope. Torch. Can be placed. Material. Wood. Workbench. Can be placed. Used for basic crafting. Oké, en hoe maak je die? Wood. 10. Oké. Maak het. Hoe maak ik dat? Moet dat dan hier ergens in plaatsen? Auw! Hey, geef me mijn zwaard terug. Ik probeer hier iets te onderzoeken, ja? Laat me maar rust. Ik sla helemaal. Dank je. Dan heb ik mijn zwaard op 7 zitten. Echt, waarom zoveel slijmballs? Waarom? Ga weg. Jullie zijn vervelend. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon hieronder. Ga ik. Zo. Ja, ik heb nog steeds een beetje last van een voice crack, jongens. Sorry daarvoor. Ik ga gewoon hieronder. Ga ik heel eventjes gewoon kijken wat ik hier beneden kan doen. Zoals potten slaan. En ik heb een lesser healing po. Ah, jij bent een sterke. Jij bent de sterke Sanne van Fiets. Oké, ik denk dat ik hier even een crafting bench dan neer ga zetten. Of wat het dan ook is. Ik heb echt een flauw idee. Oh, wacht. Ik zie hier trouwens dat de map eindigt. Volgens mij ben je... Kan ik hier... Ik wil daar naartoe springen. Ik wil... Ja, ik weet. Ik kom daar heel erg noobish over. Hallo. Ik wil daar naartoe. Zit ik hier nou altijd opgesloten? Zit ik hier nou voor altijd een heel hoek opgesloten? Kom ik hier nooit meer uit? Kan ik nou nooit met mijn vrouw en kinderen zien? Ik bedoel, ik ben oranje. En ik heet Robben, blijkbaar. Omdat het helemaal gebaseerd is op een Nederlandse voetbalkarakter. En dat vergeet ik af en toe nog wel eens. Weet je wat? Kan ik hier niet... Ik wil hier naar boven graven. Laat mij naar boven graven. Ik wil graven. Ik ga een vrije trappen vragen. Oh mijn god, het is zo lastig. Ik bedoel, ik ben Minecraft. Ik weet hoe Minecraft werkt, maar... Ik weet niet hoe dit werkt. Oké, kan ik... Hallo. Oké.
Nee, nee, dan komt die slijmblok aan en ik heb geen zin in een slijmblok. Ik heb geen zin in een slijmblok. Oké. Okay. Kom op, ik ben er bijna uit. Ik ben er bijna uit. Nee. Sterf. Volgens mij heb ik ook geen durability of iets. Dus volgens mij kan ik gewoon hakken zoveel als ik wil. En ben aan het klikken als een raak. Van, ik wil klikken. Oké, nou kan ik die sprong überhaupt wel halen. Want, en ja hoor. Zonder enig probleem. Oh, de wereld blijft gewoon doorgaan. Oké. Je hebt zo'n minimap ding. Die heb je daar dus zeg maar zitten. En ja, ik blokkeer een beetje zeg maar van de... Weet je wat ik zo maar gezegd eventjes aan de onderkant zetten. Dat kunnen jullie daar ook zien. Dat is wel zo'n netjes denk ik. Zo, kijk, zo, hoppakee. Stel mijn gezicht heel eventjes aan de onderkant. Kunnen jullie heel eventjes naar boven zien wat er daar zeg maar te zien is. En is dit... Oh, je hebt ook echt dat zuurstofbalkje van Minecraft. Oké. Oh, jij ziet er gevaarlijk uit. Jij ziet er heel gevaarlijk uit. Je lijkt op iemand van The Legend of Zelda en je doet pijn. Auw. Ik ben er niet dood of zo. Je hoeft mij niet... Ga weg. Auw. Ik ga dit niet overleven, denk ik zo. Ga weg. Ik ben jouw voer niet. Ik stink je neer. Hallo. Ah, auw. Oh boy. Nee. Heal. Ah, dat is zo grof. You were slain. Ja, en wat doe ik dan nou? Oh, dan begin je weer overnieuw. Maar je houdt je inventory. Oké. Nou, ik wil dat craften even uitproberen. Wie ben ik hij? Kan ik jou steken? Nee, dus. Nee, ik kan hem niet steken. Oké, dus wat ik nodig heb is... Ik moet een crafting table maken. En die maak je door... Team can be placed... Material. Oké, dus dan moet ik dit doen. En dan moet ik dan hier naartoe brengen of... Crafting window. Crafting. Hoe doe ik dit? Wood 10. Can be placed material. Oké. Dus dan moet ik gewoon dit doen. En dan 1, 2, 3, 4... Of... Moet ik ergens neerplaatsen dan hier of zo? Hoe doe ik dit? Oh, heb ik nou hout neergeplaatst? Nee. Het sneeuwt hier. Gast. Oh, tekstballonnetje. Cole. Hi Cole. Daar praat ik met jou, Cole. Cole, ik wil met je praten, Cole. Cole! Ik wil met je praten. Huh? Hoe doe ik dat? Wat heb ik dit gedaan? Oh, maar ken ik dat gewoon overal of ken ik dat alleen maar op dirt? Op de achtergrond dirt. Nou, Cole, mag ik met je praten? Cole, ik wil met je praten. Ah, hier. They say there was a person who tell you how to survive in this land. Oh, wait, that's me. Help! You can use your pickaxe to... Klik! Oké, help. If you want to survive, you need to create weapons and shelter. Start by chopping down trees and gathering wood. Heb ik al. Dat is escape to ethic and create workbase. This will allow you to create more. Oké. Nou, ik weet zeker dat ik heel erg veel plezier in dit spel zou hebben. Ik heb echt geen flauw idee hoe het werkt. En dan blijf ik dus zeg maar rondhangen en weet ik het allemaal nog meer doen. Dus ik wil de Touwelen sowieso bedanken voor dit spel. Mij een cadeau te hebben gegeven. Ik vond het echt... Ik vind het een leuke ervaring. Ik heb echt geen flauw idee hoe dat werkt. Maar dat komt van eigen dan wel. En misschien tot we ooit er een multiplayer of zo van maken. Maar dat zijn allemaal natuurlijk, dat weet ik niet zeker. En dat kan ik natuurlijk ook niet zeker weten. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Ik wil zeker de Touwelen bedanken. En ik ga ze heel eventjes onderzoeken hoe dat dit spel werkt. Dank jullie wel voor het kijken, jongens. Doei!